Ja, Argentinië is wereldkampioen geworden na een fantastische finale tegen Frankrijk en ik kan het eigenlijk niet maken om in deze intro de namen van Lionel Messi niet te noemen. Want Suli, wat een finale hebben we gezien, wat een verhaal Messi, bizar. Heb je al? Kun je al woorden? <laughs> kun jij uit je woorden komen? <laughs> kun jij al woorden vinden voor deze finale? Want nou, het was ik, een ik, fantastische ik heb, avond. Ik heb natuurlijk alle voorpagina's gezien en dan kun je alle woorden van lenen en dan kun je op tafel leggen. Je zeggen episch, legendarisch, heerhaloos. Um, ja. Jij zei voor de wedstrijd, ja, maar het is ook gewoon een voetbalwedstrijd. Het is ook gewoon een voetbalwedstrijd. Um, maar dit was wel. Dit zei ik natuurlijk een dag of twee daarvoor. Hè? Twee dagen daarvoor, uh, ja. Uh, en en uh, ik wilde de pret niet drukken van deze finale. Uh, maar ik heb op dinsdagavond al uh, genoteerd dat ik uh, Belgisch bekervoetbal ga kijken. Daar heb ik dan ook weer zin in. Dus ja, kijk ja, in, dat je niet, dat meen je niet. Ja? ja dat, dat meen ik wel. Echt? Wat dinsdagavond wist... Belgisch bekervoetbal, ja, ik dacht Gent dat geen speelde, um, achtste finale, kwartfinale van de Belgische Beken. Het leuk. Um, en donderdagavond natuurlijk uh, Manchester City hè, tegen Liverpool. En Pep Guardiola die moet spelers zoeken. Ik vind dat zo'n gek idee. Ja, maar... Um, dat die wedstrijd alweer op het programma staat. Ja. En het is ook Boxing Day binnenkort. Hè. Het is, uh, trouwens, het is binnenkort kerst. Maar we hadden nu een beetje af van de finale. Ja. Um, Mag ik een open vraag stellen? Zeker. Waar heb jij het meest van genoten? Dat, je dat, nou, het ook, vindt, maar... nee, dat vind ik een hele lastige nee. vraag. Want uh, vooraf hoop ik, dat is, ik, ik vind het dan leuk als in zo'n finale. Uh, nou, kijk, je, je we gaan het zo misschien uitgebreid over die finale, hè, maar je hebt toch de hoop dat het wordt geframed als Messi tegen Mbappé. En dat dan die twee genieën of grootheden of fenomenen uh, dan ook opstaan in zo'n finale. Of, of uh, laten zien waarom ze fenomenen zijn. Uh, nou, dat heeft Mbappé wel laten zien, uh, met een hat-trick in een WK-finale. Uh, de laatste, of de enige die dat heeft gedaan, is Hurst hè, in, in 66. Um, en Messi, die, die weer zo'n wedstrijd speelt zoals hij het hele toernooi wedstrijd speelt, uh, dat je op een gegeven moment naar hem moet zoeken. Waar staat hij precies? En dan is het één balletje, buitenkant, uh, buitenkant links op Julian Alvarez. En dan een diepe bal op McAllister. En, en die Miria schiet hem binnen. Dat is even een moment dat hij het spel versnelt. En uh, dat vond ik echt een waanzinnige teamgoal van Argentinië. Uh, in, in de omschakeling. Uh, nou, hij schiet er natuurlijk zelf uh, twee binnen. Uh, ja. En dan, ja, dat, 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 dat vond ik het mooiste. Dat, dat, twee, dat die twee. Dus eigenlijk het, de twee verhalen, Messi en Mbappé, dat zij opstaan. Dat vind jij eigenlijk het mooiste? Uh, ja, want je moet ook. Uh, dat is wel lastig om. om om de toekomst in te kijken. Um, en, en waar je nou, want finales worden al gerangschikt op een gegeven moment. En heel veel mensen vonden dit de beste WK-finale ooit. Um, ja, dat werd mij ook gevraagd uh, vandaag al een paar keer. Um, ja, we, 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 maar ik vind WK-finales rangschikken lastig. Um, alleen dit is wel natuurlijk een legendarische WK-finale. Omdat Messi, de beste voetballer aller tijden. Um, eindelijk die WK-titel heeft gepakt. En hij speelde tegen Kian Mbappé. Um, die Notabene zijn ploeggenoot. Zijn ploeggenoot ook nog eens. Um, maar die natuurlijk 24 wordt deze week. Um, en nu twee WK's heeft gespeeld. Voor het ene WK heeft hij de titel gepakt. Toen was hij uh, 19. Um, en zijn tweede WK is hij topscorer geworden met acht treffers. Hij heeft nu, even kijken, 14 WK-wedstrijden gespeeld Mbappé. En 12 doelpunten gemaakt. Um, en het zijn allemaal records en uh, doeptrecords die hij natuurlijk al de afgelopen jaren heeft verbeterd. Um, en, en we hebben natuurlijk het tijdperk Messi-Ronaldo gehad en de gouden ballen die ze allemaal hebben gekregen. Ze hebben een, een tijdperk gedomineerd. En het einde van het tijdperk is al een aantal keer aangekondigd. Hè. Ik bedoel, Messi was verleden tijd en Ronaldo was verleden tijd. Um, Ronaldo scoorde dit WK voor de vijfde keer op een WK op rijen. Vijf WK's op rijen heeft hij gescoord. Nou, dat is ook weer een mijlpaal. Um, Messi die nu uh, die, die WK-titel pakt. Maar ondertussen heb je een jonge speler. Van 23 jaar en binnenkort 24 jaar. een Mbappé. Um, die het twee in de ogen heeft gekeken. En heeft gezegd. Ja, maar dat, dat wil ik ook allemaal. Dus je zit te kijken naar een jonge Ronaldo. Of een jonge Messi. Um, en dat is het fascinerende aan deze wedstrijd. Dat, dat je um, de jonge Messi eigenlijk tegen de oude Messi ziet spelen. Maar het is natuurlijk Mbappé. Mm -hmm. Laten we de jonge Mbappé dan noemen. Um, maar over tien jaar heeft hij ook... Alle records die er zijn gepakt. En misschien heeft hij wel drie WK's gewonnen op dat moment. Dan kennen we Messi dus, niet meer. Nou ja, dus, <laughs> ja dan, dan, dan is Messi een krabbe vergeleken bij de, de staat die Mbappé misschien dan heeft. Maar het, zo, zo is het continu afwegen van. Ja, dan kun je wel zeggen van. Uh, 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 het is de lege, meest legendarische finale. Uh, het is een finale waarin Mbappé niet heeft gewonnen. Ondanks een hattrick, En het is ook de finale waarin Messi uh, uh, op zijn vijfde WK eindelijk die WK obsessie eigenlijk waarmaken, want het is een WK-obsessie geweest uh, sinds 2006, um, en, en hij heeft nu die uh, WK-titel binnen. Uh, ja, dan kun je dan zeggen, hij is naar de goat en zo, weet je wel. Um, ja, dat vind ik niet zo interessant, al die uh, discussies. Je, je, je kunt Pele en Messi niet met elkaar vergelijken. Je kunt Cruyff en Maradona niet met elkaar vergelijken. Nee, maar je Jij weet, wat ze, je weet wat ze altijd hebben gezegd, toch? Omdat Messi geen wereldkampioen is geworden, is hij niet de beste aller tijden. Nou, maar die wereld... Wie zegt dat? Nou ja, dat is toch een beetje het algemene beeld wat heerst ja. internationaal gezien. Maradona is wel wereldkampioen geworden, dus is hij beter dan Messi? Dus omdat Colo Muani met buitenkant uh, ja, ik vind rechts, het ook onzin maar... uh, die bal niet binnen schiet, je weet is dat Messi het... daar best alle nee, tijden. Natuurlijk is dat onzin. Wat, wat ik ook wel uh, een, een, een fascinerend moment. Wat is, dat is eigenlijk het moment dat ik nog een paar keer wil terugzien, omdat uh, je hebt een, je hebt er drie gemaakt in een WK-finale. En het was vlak voor tijd, hè, voordat het echt aan de strafschotel begon, dat Mbappé nog uh, drie Argentijnen uitkapte. Uh, en eigenlijk vrij baan had om zijn vierde te maken. En uh, ja, echt als, uh, als legende van het veld te stappen. Want dan was dat had wel echt een waanzinnige prestatie geweest als je dat ook nog uh, was gelukt. Um, en ja, dat lukte net niet, maar stel je voor, eh, Colomani lukte het ook net niet. Maar stel je voor dat Mbappé die bal had binnengeschoten. Hoe hadden we hier dan gezeten? Dan hadden we um, het over Mbappé moeten hebben. Dus het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. En de WK is natuurlijk een korte periode waarin uh, van alles gebeurt. Um, en die marges zijn zo klein. Maar het is wel, uh, ja, ze moeten ook binnenkort met elkaar trainen, Messi en Mbappé. En ik heb, ik heb het fragment gezien hè, dat Mbappé uh, zo doet. Uh, ja, dat Je ziet Messi zo kijken van, uh, van oh, oh ja, 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 hij is ook goed. Ik zou daar wel een camera op willen hebben. Dat Messi en op de Mbappé op de eerste training elkaar weer zien. Zich melden bij de club. En wat verwacht jij dan te zien? Wel een huk. Ja, wel een huk? Ik denk het wel. Ik denk dat als Mbappé wereldkampioen was geworden... dan was het anders geweest misschien. Want dit wereldkampioenschap is groter dan... Snap je wat ik bedoel? Ja, nee. dan, was, dan was de carrière van Messi niet compleet geweest... mede door Mbappé. Eigenlijk door een heel groot aandeel heeft hij dan daarin gehad. Ja, ja, maar Messi die vertelde in de afloop dat hij eigenlijk al wist dat het goed zou komen. Hè? Ja, omdat God. God, uh, God uh, en dat vind ik, uh, ja, dat had uh, hij dan van tevoren al gezegd. Ja. Hier hadden wij niet zo moeilijk een over opnemen. Ja, al, als hij als, ja, het als het al een duizend, duizend euro opgezet. <laughs> ja, kun je dat van tevoren niet even melden dat Precies. Uh, dat God je al ingelicht had. Um, ja, goed, dat is nou eenmaal met, uh, met uh, ja, wat moet je in de afloop zeggen? Um, ja, ik vond, het, ik vond, het een, ik, ik vond het de eerste 80 minuten. Ik vond Argentinië echt goed. En uh, Enzo Fernandez was goed. En Rodrigo de Paal was goed. En uh, Di Maria, uh, wel, die uit de goed was getoogd aan de linkerkant. Uh, waar Jules Koundé, arme Jules Koundé, Eigenlijk al een heel WK uh, een arme Jules Koundé, omdat hij op rechts moet spelen. En nu werd hij geconfronteerd met Algiers Di Maria, die een van de beste wedstrijden uit, uh, uit zijn leven speelde. Uh, dan, die wordt er dan afgehaald. Uh, die ziet dan Mbappé twee keer scoren. Nou, Di Maria kent Mbappé natuurlijk ook vrij goed. Uh, Heiland op de bank. Samen met een aantal andere Argentijnen. Dus het zat ook heel veel emotie in. En hij wilde Argentijnen op de bank tijdens een wedstrijd. omdat zij uh, ja, uh, die hele wedstrijd gekanteld hadden zien. Dus het zat van alles in. Maar de eerste 80 minuten, 85 minuten. Of het is niet spannend. Is de eerste 75 minuten. Nou, Argentinië domineerde. en ja. speelde echt goed voetbal. Um, maar het zat er geen moment in dat Frankrijk terug zou komen. Nee, en. en, en de Chan die ook vlak voor rust. Uh, best Ingegrijpt. wel hard ingrijpt. Hè. Dat, Wat dat, vind je daarvan? Um, nou ja, kijk, hij haalt Giroud eraf, uh, onder andere. En Dembele. En Dembele, ja. Ja, Dembele snap ik wel, want die raakte geen bal goed. Nee. En bij Dembele vraag je dan af, heeft hij geslapen of zijn het de zenuwen? Ja, maar het is bij hem toch... Een... Nou, het is, het is bij hem echt alles of niets. En het is bij, mm -hmm. dat, is, dat, dat weten we van hem, want het is... Zeker. Als het alles is, dan is het echt waanzinnig. Dat is de de kandidaat maar, Ja, maar het is dit WK heel vaak niets geweest. Ehm... Uh, en, en Giroud die, die stond, die staat natuurlijk in het centrum. Mbappé op links. En ja, ik had het idee dat die Giroud er ook afhaalde om. Had dat knieprobleem ook toch voor ja, de wedstrijd? Ja, knieprobleem voor de wedstrijd. Misschien dat hij niet, niet vrij kon bewegen. Maar ik denk ook dat, dat de chance zich zorgen te maken over het niet meeverdedigen van en Mbappé. Uh, dat is natuurlijk het hele WK-onthema. Dat in de ruimte achter Mbappé, En dat wisten de Argentijnen wel. En dat deden ze eigenlijk wel vrij goed in de eerste helft. Um, dat hij dat wilde oplossen door daar uh, Toeram uh, in die zone te zetten. Die dan wel uh, de energie en, en, en ook de status heeft om dat te doen. Want Mbappé doet het gewoon niet. Um, en daardoor veranderde wel een beetje de dynamiek van zo'n wedstrijd. Alleen ja, tot minuut 75, 76, 77 was er eigenlijk niets aan de hand. En was het toch echt. Het wedstrijd uitspelen. En dat is denk ik waar ploegen soms de fout maken. Dat je gaat uitspelen en je wisselt dan verdedigend. We spelen dit wel even uit. En. Door een, een fout van de verdediging. Er valt een strafschop. De verdediging staat ook nog een keer fout. En Mbappé schiet hem natuurlijk waanzinnig binnen. Het moment is waanzinnig omdat Mbappé hem zo afmaakt. Maar dan gaat daar voorafgaand gaat er heel veel fout bij Argentinië. Dat is altijd zo bij tegen, tegen doelpunten. Maar het is, het... Tegen Nederland ging het ook zo. Ja, omdat ze denk ik toen ook al dachten... We zijn er we al. We zijn er al. En Frankrijk heeft dat ook zelf meegemaakt. In 2021 het EK. Tegen Zwitserland... Laatste 10 minuten, 2-0 voor, we zijn er al. Je, je hebt nog een soort van: oh, we gaan het nu uitspelen. Nog, nee, je, je gaat naar de klok zitten kijken ook. Je bent met je hoofd half in zo'n wedstrijd, want je zit naar de klok te kijken, naar de kant te kijken. Er wordt gewisseld, er wordt gescandeerd je, er messi wordt messi ja, ja, Dus je, gaat, je zit niet meer helemaal in zo'n wedstrijd. Um, en dan is het wel lastig om bij 2-2 het nog te kunnen, te kunnen keren. En uh, ja, Frankrijk heeft best wel een aantal kansen gehad. 18 trouwens ook, als het, als het goed valt voor Messi op een gegeven moment. Uh, in zo'n verlenging. Dan had hij ook nog kunnen, uh, kunnen scoren. Maar de Franse Colombani, uh, die bal. Als Mbappé die bal van Zwoed had gehad. Ja, Tim Ja, dan was het een doelpunt geweest. Maar uh, Muani maakte hem net niet. Dat uh, is echt zo'n rolmoment die, voor, ja, voor hem. hem. Ja. ja. De, de, de rest van zijn leven zal hij denken aan, 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 aan deze bal. die er niet in gaat. ook omdat Martinez goed uitkomt. Uh, dus uh, ja, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. En daarom vind ik zo'n discussie. Ketens all Time, go-discussie, of is hij de beste aller tijden? Um, ja, ja, nou, nee, niet onzin, maar ja, nou ja, ik, ik, eigenlijk vind ik vind het wel een beetje vermoeiend. Het is buiten of binnenkant paal. Ja, maar dat is natuurlijk altijd zo. Maar ik denk dat Messi de afgelopen 15 jaar uh, genoeg heeft laten zien om te zeggen dat het de beste aardige voetballer is, is geweest. Ja, absoluut. Um, uh, ja. Mag ik nog heel kort even terug naar die dubbele wissel voor rust? Ja? Vind je dat Deschamps dat kan maken of vind je het gewoon logisch dat hij dat ook voor rust doet nee, ja. en niet wacht tot de rust? Ik vind dat onzin, die discussie, hoor. Hij moet gewoon ingrijpen wanneer hij dat vindt. Um, en trouwens, het was een aantal minuten voorrust... maar er was ook nog acht minuten bezurendheid, geloof ik. Dus ja. Eerst zelf duwde het nog wel even. Nou, als Colo Mouani die bal binnenschiet... was Dieter Jean de gro het grootste genie uit uh, de voetbalhistorie geweest qua trainers. Want uh, tweede WK op rij gewonnen. En wat knap dat hij vijf minuten voorrust... de problemen herkent, herkent... en dat de invallers... De energie bracht die nodig was, maar ook de wedstrijd hebben doen kantelen. Want het was Touram die de assist gaf op, uh, op Mbappé, hè, op, die, op, die, op die volley. Uh, het was Colomouani die een aantal uh, keer gevaarlijk kon worden. Um, en dus bijna uh, de winnende goal maakte. Dus ja, je kunt, je kunt het op allerlei, allerlei manieren natuurlijk naar gaan kijken. Um, ja, Die Fransen waren niet goed in de eerste helft. Ze hadden de energie niet en dat zei uh, De Champ in de rust al. Uh, die wordt dan voor de Franse televisiezender gewoon in de rust al een analyse geven. En die zei ja, de Argentijnen spelen een finale en, en met de intensiteit die nodig is om zo'n finale te spelen. En bij ons ontbreekt die. En wat, wat daarvan de reden is, ja, is dat de ziekte geweest in de afgelopen dagen bij de Fransen? Zenuwen. Uh, uh, zenuwen, maar uh, ja, hoe fit was Griezmann? Want ik vond Griezmann bijvoorbeeld enorm tegenvallen. Licht zien? Uh, ja, niet gezien. Ja, dat is dus. Ja, dat is dan jammer. Maar ja, Mbappé eigenlijk ook niet. De eerste 80 minuten. Eén uh, schotje. Nee, maar dat is overging. wel. Kijk, om, over Mbappé, uh, uh, dat is. Dat is zo'n speler. Um, en dat is ook wel. Ja, dat is het fascinerende van Mbappé. Inderdaad, die eerste 75 minuten. Uh, hij komt niet los. De Argentijnen hebben dat goed voor elkaar. Uh, je ziet er wel dat hij het probeert. Alleen, ja, dan komt hij aan de flank, aan de bal. Dan staat hij tegenover twee mannen. En hij probeert er wel langs te gaan. En, 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 en er is de snelheid valt op, maar het mislukt um, en dan denk je van ja, hij zit helemaal niet in de wedstrijd. Um, maar hij heeft kennelijk toch wel een bepaalde uh, uh, mindset dat hij toch ook bij uh, zo'n stand, op zo'n moment, als het eigenlijk helemaal verloren lijkt, toch helemaal in zo'n zo wedstrijd zit en het dus in staat is om het in 97 seconden, want dat was het geloof ik, 97 seconden, uh, het toch zijn feest kan maken. En dan ben je een topspeler. Ja, dan ben je wel een uh, topspeler. Dat is wel wat, wat, wat fenomenen kenmerkt. Dat ze onafhankelijk van uh, hun ploegenoten, onafhankelijk van de stand, uh, uh, toch nog iets zien. En, 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 en als er een moment is, ook daar gebruik van maken. Um, want die volley, en daar kun je ook een heel boek over vullen. Ik bedoel, het is best een knappe goal. Hoeveel spelers nemen die bal aan? Ja, ik denk 99,9 uh, procent. Alleen de fenomenen niet. En er zijn heel weinig fenomenen. En dan hebben we toch eigenlijk alles gezien wat je wil zien in de finale. Het was toch echt. Dit is toch. Ja, jij zegt. Was het de beste finale ooit? Is misschien een, een onzinvraag. Maar je hebt wel alles gezien wat je wilde zien. Dit is maar fantastisch. Het was een finale. Dit Ik, ga vind je nooit het lastig. Ik vind het lastig om zo'n finale. Want je kunt het over de eerste tachtig minuten hebben. En over de keuzes van Scaloni. En welke trainer had nou het best voor elkaar. Nou dan kun je zeggen: Argentijnse trainer. Uh, ja, je kunt er uren over praten. Over zijn finale. Frankrijk was het dood en begraven. En dan. Ja. Op deze manier terugkomen dankzij een 23-jarige speler. Ja, dat is het leuke natuurlijk van uh, uh, als het in finales. Als je van de een op ander met alle logica omgedraaid wordt. Bijvoorbeeld ja. de, de, de finale in 2005, uh, Milan, Liverpool. Uh, exact, weet je wel, exact. dat is ook zo'n 3-0. Dan ga je ook. Uh, dat vergeet je nooit meer. Je gaat naar de koelkast, cool je denkt, nou, uh, Precies. wat zal ik eens pakken? Dat of dat. nou, Het is eigenlijk al gespeeld. Weet je wel, dan neem je toch een ander biertje misschien. Of, ja. hè, of je pakt een stukje kaas. Of je gaat even naar de wc een glas, in je uh, in. Nou, of je schenkt een glas Barolo in precies. Um, en ineens kom je echt in een andere, andere wereld terecht. Hè? Want uh, ja, ik zat echt, uh, echt te denken aan, 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 aan de soep die uh, ik wilde op gaan warmen. Uh, aan een stukje dat ik moest gaan tikken voor de VE-site, VE-pro. Uh, dat soort dingen. En... Uh, en, en ja, in, in 100 seconden. 100 seconden later, eigenlijk. Uh, ben je echt alles vergeten wat er om je heen is. Hè? Je zit helemaal in je eentje in zo'n bubbel, in zo'n in zo wedstrijd. En dat, 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 dat is wel. Hoe uh, kijk jij naar zo'n finale? Zat je alleen met je vriendin? Uh, nou, ik, zat, je? ik zat dit keer, want het ook vier uur middags, En uh, als je een dochter hebt van uh, anderhalf, um, die kan druk zijn. Dus ik zat uh, rustig boven in mijn. Uh, Men uh, uh, De finale te kijken, omdat ik dat wel, wel rustig wil bekijken. Um, maar ik heb de verlenging. Uh, hoe zit je dan alleen? Zit je dan echt zo van. Nee, nee, ik is zit heel heel nou over. Zit kijken, rustig, Ik zit gewoon wel Ik spreek niet even op. Jawel, ik ben dus de, ik ben dus uh, 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 na de 90, minuut, 90 minuten, dus de, de, de reguliere speeltijd ben ik naar beneden gegaan. Om even de situatie te bekijken beneden, hoe het beneden was. Um, en toen ben ik samen met mijn dochter heb ik de verlenging zitten kijken. Maar die heb ik geleerd uh, wat een doelpunt is. Dus die gaat en, en juichen. Dus als er een doelpunt is, gaat ze juichen, weet je wel, dat soort dingen. Dus ik heb de verlenging samen met mijn dochter en mijn vrouw zitten kijken. Um, en ik heb een aantal keer wel gehad van nee, dat gaat toch niet waar zijn dat MLP er nog eentje gaat maken. En uh, ja, dat heb ik wel. Van. En Wani, dat moment, weet je wel. Dan, uh, samen met mijn dochter op veren en zo. Dus dat, uh, dat, die verlenging heb ik wel, uh, heb ik wel uh, uh, een aantal keren uh, wat emoties getoond. Ja. Mooi. Even hey, voordat ik het vergeet, jouw oproep de vorige keer in de vorige video heeft gewerkt. Mensen hebben massaal een duimpje omhoog gedaan. Dus ik zou de mensen willen vragen eigenlijk: ja, doe het gewoon weer als je dit een leuke video vindt. En Als je genoten hebt van de finale en uh, ja, van de verhalen die Soelie nu vertelt? Uh, nou ja, ik, 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 ik denk wel dat wij een paar duimpjes verdiend hebben, toch? Uh, aangezien wij vijf weken geleden al hebben gezegd... Dit wordt de finale? Dit is de finale en nummer drie is Kroatië. Ook nog, hè? Ook nog. Uh, en dan ook nog aangekondigd, Enzo Fernandez wordt de jonge speler van het toernooi. Ook al, ja. En, uh, en, en, en Mbappé wordt topscorer. Oh. Kun je allemaal terugluisteren. Dus allemaal, oh, oh. dan vind ik wel dat wij uh, wat duimpjes verdiend hebben. We zaten er bovenop. Ik zag gisteren een comment voorbij komen. Iemand die zei op YouTube uh, onder een bepaalde video van... Ik heb nog nooit zulke goede voorspellingen als die van Sully gezien. <laughs> ja, ja, dat is een kwaliteit hè. Ja. En ook de, de, ja, de, de manier waarop de verlenging en de strafschoppen gingen heb je ook voorspeld. Ja. Hij zei het woord verlenging en dan zal het ja, uitdraaien op strafschoppen. Messi neemt de eerste. En uh, als Martinez er zin in heeft, dan, uh, dan pakt hij er een paar. En dan uh, wint Argentinië de wereldmaker. Ja. Precies ja. zo uitgekomen. Knap, hè? Heel knap. <laughs> Bijna net zo knap als de reddingen van Emiliano Martinez. Want wat een verhaal is dit ook. hè? Keeper van Aston Villa natuurlijk. Jarenlang ja. onder contract gestaan bij Arsenal. Nou. Is nu gewoon de koning eigenlijk samen met Messi van Argentinië. Hij heeft uh, 12 wedstrijden gekiept voor Arsenal. Hè. Uh, ik kan me. Geen enkele van die twaalf wedstrijden herinneren. Hij heeft vijf wedstrijden in de Premier League voor Arsenal. Hij heeft daar tien seizoenen onder contract gestaan. Um, 100 keer uitgeleend. Ja, uitgeleend. Hij is zelfs uh, toen hij jong was is hij uitgeleend aan een League Two club uh, en dan debuteerde hij uit bij Port Vale. En, en dat was het moment dat Messi er uh, 92 maakte ongeveer in, in, in één jaar. Uh, toen speelde hij nog in League Two. Uh, het is wel apart dat dat dan in 2022 uh, keeper Is van Argentinië. Maar sterker nog, een maand voor de Copa America werd hij voor het eerst erbij gehaald hè, door Scaloni. Um, en net als Mark Vlekken uh, of Andries Noppert, moest, uh, ja, moest hij wel voorgesteld worden. Wie is die gozer? Ja. Is dit, een, dit is een Argentijnse keeper die, die bij Aston Villa onder contract staat. En voordat hij bij Aston Villa echt zijn nutte kreeg, hè, dat, dat is seizoen dat hij de 38 wedstrijden speelde in één keer ook, um, maar daarvoor bestond hij helemaal niet. Ja, geen Argentijn had ooit van hem gehoord. Uh, en dat je dan voor het eerst opgeroepen wordt, een kans krijgt in een WK-kwalificatiewedstrijd na en denk nou, ik, kan best een aardig keeper. Heeft het goed gedaan bij Aston Villa. Uh, en dan word je ook nog de penalty killer op de Copa America door in de halve tegen Colombia, pakt hij de drieën. Um, en bezorgt dan Messi zijn eerste prijs. Um, dus die Martinez, Emiliano Martinez, is best belangrijk geweest de afgelopen anderhalf jaar in, de, in, in, in het succes van Argentinië. En ook in die hele discussie of Messi de, alle de beste is. Uh, en hij wordt ook wel gewaardeerd door Messi. Want je ziet aan de manier waarop Messi naar Martinez kijkt na wedstrijden als, als het vieren. zie je de waardering van ja, hij beseft gewoon zonder jou had ik hier niet gestaan met deze wereldrekening. Ja, vaker. dat is ook wel, want na, na de, de dat penalty's, oranje penalty-serie, dat, dat ze natuurlijk elkaar een beetje aan het uh, opjennen waren, daar in die middencirkel, dat, dat ze elke keer die Argentijnse nemers uh, uh, uit, uit hun concentratie wilden halen, en dat die Argentijnen op een gegeven moment vlak langs oranje spelers renden om uh, een gram te halen. Messi rende naar de andere kant op, hè, naar rechts, want daar, daar lag uh, Martinez in het gras. Hij was de enige Argentijnse speler die naar Martinez rende, uh, direct na de afloop van die strafschoppen-serie. Maar Martinez is ook heel flyend over Messi. Hè? In, in, in september al heeft hij in een interview gezegd dat hij, uh, uh, dat hij veel blijer was voor Lionel Messi uh, dan voor zichzelf uh, toen hij de Copa America won. Dat hij, hij vertelde, ja, ik, ik, het was heel raar, maar ik was veel blijer voor dat Messi met Argentinië wat gewonnen had. Dat als fan, dan dat ik als keeper, mijn grote doorbraak ben. Je, heb je tien jaar op de bank gezeten. en uh, ben je een penaltyheld. en uh, ben je belangrijk in de halve finale. En dan ben je, ben je blijer voor Messi. En ik heb het idee bij de Argentijnse ploeg, dat het niet alleen geldt voor Martinez... maar ook voor, uh, voor Enzo Fernandez. Een de... fan van Messi die, die op het veld staat met Messi. Rodrigo de Paul, een enorme uh, idolaat van Messi... maar samen met Messi op het veld. En ik denk dat je die kracht... Maar ze Wat... zijn natuurlijk allemaal ja, tien jaar jonger bijna dan, dan Messi. Dus ze zijn echt opgegroeid ook met hem. En heel lang is Messi voor hen onbereikbaar geweest. En nu zijn ze ineens ploeggenoot van hem... En worden ja. ze samen met hem wereldkampioen? Ja, maar ik denk dat de, 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 de superkracht van een superster. Dat je uh, met een superster op het veld staat. Met Maradona op het veld staan, bijvoorbeeld mm -hmm. in '86, um, Of met Pele op het veld staan. Of met Cruijff. Weet je wel. Een beetje nog na de, de gewonnen Copa del Rey finale van Barcelona. Dat I iedereen, foto, iedereen op de foto ja. wilde met ja. Messi en die Beker. Ja, dus ik denk dat, dat uh, met Messi samen iets winnen. Dat dat nog net iets mooier is dan, dan uh, als Messi er niet bij was geweest. Dus, 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 dus ze wilden het ook heel graag voor hem. Um, en, want hij verdedigt inderdaad minder mee. Al in de finale viel het trouwens wel mee. Hè, want uh, uh, Pieter Zwart, die uh, sprak ik net. En die, uh, die had alle statistieken uh, mm -hmm. bekeken. En, en MLP had minder medes afgelegd dan Messi. Dat is wel, dat is wel op opmerkelijk. Um, Zeker, maar je zag ja. ook Messi in de eerste helft dat hij een kopduel aanging. Dat hij uh, een elleboog tegen zijn oor kreeg. Uh, je zag ook dat hij uh, een aantal keer tackelde. Op eigen helft. Probeerde ballen te veroveren. Maar één keer ging het wel fout. Want de, de, de Kingsley Koman. Die, ja, die balverlies van Messi. De ja, was het balverlies van Messi. En kijk, daar hebben we het niet eens over gehad. Maar zo kun je zo'n wedstrijd analyseren. Kijk, ja, dat was een heel slecht moment van Messi. Want hij leidde eigenlijk de, de, de tweede treffer in op die manier. Uh, en die moment heeft hij wel vaker, ook in de Champions League. En dan wordt het einde van een tijdperk afgerond. Ja, hij kan niet meer belopen. Het oude, oude ventje uit Argentinië. Die kleine dwerg uit Rosario. Daar wordt zo er dan over gesproken door een aantal mensen. Het was een slecht moment. En dan leverde een briljant moment voor Mbappé voor, voor op. Maar ik heb wel weer genoten in dit toernooi van, van Messi. Wat Seven vond je goals, en drie assists. Wat ja. vond je het mooiste Messi-moment? Uh, wat vond ik het mooiste van Messi in Je moment? Oei. Uh, wie doet voetbal uh, voetballend gezien? Maakt niet uit, wat jij wil. Dit WK dan, hè? Ja, ja. Ja, het zijn twee dingen. De paas op Molina, vond ik mooi. Maar ook de dribbel. Uh, Josco Guardiol. Die dribbel denk ik vanaf de zijkant. Um, dat was wel echt. Dat, dat iedereen zei, ja, um, hij heeft er echt nog zin in. Hij is echt bezig uh, om, om die WK-droom uh, te vervolmaken en uh, om zijn carrière eigenlijk af te maken. Um, um, maar ook dat heb ik dit seizoen bij Paris Saint-Germain ook een aantal keer gezien. Dus het is ook weer dat, wat, wat we al een aantal keer hebben gehad. Tijdens zo'n WK, uh, alsof iedereen met een megafoon aan het praten is. Alles wordt versterkt en... en, en Daarom zeg ik ook, het is ook maar, het is ook maar een wedstrijd. Het is, maar, mm -hmm. het is wel de WK-finale en het is de WK-halve finale. En de kwartfinale. Het is allemaal belangrijk. Het zijn belangrijkste wedstrijd. En de ooit. belangrijkste wedstrijden van uh, ja, dit, was misschien wel, dit waren de belangrijkste weken uit het leven van, van Messi. Um, um, dus daar horen ook grote emoties bij. Daar horen ook een megafoon bij misschien wel. Um, ik zag ook ergens een comment van uh, Messi is nu beter dan Ronaldo ooit is geweest, uh... Cristiano Ronaldo. <laughs> Maar ik vind Messi eigenlijk al sinds 2006 beter dan Ronaldo ooit is geweest. Um, en ja, je kunt daar van alles op loslaten. Hij en, en, en ja, feliciteerde hem nog op Instagram, hè? Cristiano Ronaldo. Is dat zo? Ja. Je maakt nu een grap of Nee, iets? helemaal niet. Cristiano Ronaldo feliciteerde Messi op Instagram. Grote foto. Oké, okay, top. Met de wereldmaker. Ja, sportief. Ja, maar kijk, Ronaldo is een waanzinnige afmaker. En, en, en een van de beste, of zo niet de beste afmaker uit de voetbalhistorie. Maar. Messi is de beste voetballer. Um. Maar je ziet Ronaldo wel echt minder worden de laatste jaren. En bij Messi heb je toch het idee. Hij is natuurlijk iets ouder dan Messi. Maar bij Messi heb je toch het idee dat als hij wil, als hij er zin in heeft. dan kan hij het er gewoon nog uitgooien. Ja, het is bij Messi ook um, allemaal minder um, flitsend. Uh, hij, hij kiest echt zijn momenten en het is allemaal um, iets meer in slow motion. Maar. Um, in zijn hoofd gaat het nog wel redelijk snel, heb ik het idee. Um, want de, de, de dingen die je niet fout hoeft te doen, maar die heel veel spelers wel fout doen, die doet hij allemaal goed. Weet je wel, kleine tikjes opzij. Bijvoorbeeld de, 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 goal, de tweede goal van Argentinië: dat die Maria die bal binnenloopt. Um, dat tikje dat hij geeft op Julian Alvarez is een simpel tikje. Um, maar daarmee legt hij wel het hele veld open en is het één tik naar voren op McAllister. en, en, en die goal kan gemaakt worden. Het is dus een cruciaal, uh, cruciaal balletje. Um, Zo'n strafschop, die moet wel binnen die eerste. Um, en hij heeft natuurlijk dit WK een, een, een strafschop gemist. Um, tegen Polen? Tegen Polen, ja. Um, een geweldige redding was dat trouwens, hoor, vond ik het. Fantastische save, ja. Um, hij heeft echt een geweldig WK gespeeld op zijn 35ste. En omdat Messi al die jaren uh, zo, zo briljant is geweest, zie je misschien niet meer hoe, hoe goed dit is eigenlijk. Wat hij heeft gedaan uh, deze afgelopen weken. Um, en ik heb al die wedstrijden speciaal naar hem zitten kijken. En ja, soms dan vraag je je af, wat is hier eigenlijk aan de hand? En ook in de finale weer. Hij loopt elke keer vrij. En, en laten ze hem nou vrij? Of, wat is hij nou eigenlijk aan het doen? Um, Oké, okay, die, die verdediger... Dekt tot hier door, oké, okay, als ik hier ga staan, oh, dan, dan komt de middenveld naar me toe. Dus hij is continu in zo'n eerste kwartier, dus het is echt fascinerend om naar mensen te kijken. Dat, is, en dat was ook weer in de finale zo: dat je denkt van is hij er wel, wat is hij nou aan het doen? En, en dan ineens, bam, tak, en uh, dan is er een aanval. En dan heeft hij, uh, heeft hij een assist of een voorassist of een, een beslissende rol in een aanval. En tot diep in de verlenging was dat zo. Hè? Want hm. het had ook zo kunnen zijn dat de Argentijnen nog in een tegenaanval hadden kunnen scoren. Als die bal net, net goed viel. Maar er is zoveel gebeurd dat we, we blijven erover praten natuurlijk. En, ja, en dat is dus eigenlijk. En je stelde me een uur geleden, geloof ik, de vraag. <laughs> of, dit, uh, of dit de beste finale is die er ooit gespeeld is. Ja, waarom niet? Hè? Waarom niet? Laat, ja. het gewoon, uh, ja, laat het gewoon zo doen, ja. Wat ik eigenlijk had gehoopt dat het mooiste Messi-moment zou worden. is het moment dat hij de wereldbeker omhoog zou houden. Maar ah, ik vond dat de mantel, eigenlijk. De zwarte mantel. De zwarte mantel maakt dat toch gewoon minder. Het zag er niet uit, vond ik. Ik begrijp het, teken van respect vanuit Qatar, vanuit de Emir, mooi. Maar ja, je wil toch dat die beek omhoog gehouden wordt. Dat die vol de kleuren van Argentinië laat zien. Um, stel je voor dat wij hier aan tafel zitten en dat wij hier heel veel geld voor krijgen. 100 miljoen per jaar krijgen wij om deze onzin te verkondigen. Um, maar we weten allebei wie, die, wie dat betaalt. En we hebben de laatste uitzending en er komt, uh, de man die er betaald komt binnen, onze eigenaar, en die doet jou een zwarte mantel om. Uh, Je weet dat jij de afgelopen jaren heel veel geld uh, hebt gekregen van de man die de zwarte mantel om jou ja, heen doet. Okay. Ik weet niet of het heel... Je gaat hem nooit weigeren natuurlijk. ...ziek is om uh, dat te weigeren. Nee, zo, zo werkt sportswashing. Het werkt wel, ja. Um, ja, het is een, het, voor de foto die, is, het, die, is, het, is het jammer. Ja, het is, het is een ingewikkelde discussie die je kunt voeren, maar uh, die, die discussie is natuurlijk wekenlang ook gevoerd uh, door allerlei mensen. Um, en ja, dat was natuurlijk. Het is natuurlijk heel raar dat je een zwarte mantel op. op Wat krijgt, dacht jij op dat vlak moment? Voordat je um, daar staat om een van de machtigste mensen in het uh, in het, uh, het Midden-Oosten en een van de machtigste mensen ter wereld. Um, ja. En, en, ja. ja, Messi is natuurlijk ook al verbonden aan het eventuele WK van Saudi-Arabië in 2030. Daarom, hij zit daar wel, uh, hij zit er wel een beetje in, in die contraille natuurlijk. Dus uh, nou ja, denkt, ja, kan mij het schelen, ik doe het ding wel om. Ja, maar is ook de reden dat, dat Mbappé bijvoorbeeld uh, dit WK amper heeft gesproken. De persconferenties van Frankrijk heeft Mbappé eens één keer even komen zeggen waarom hij niet gesproken, want hij richtte zich op de sportieve prestaties. Maar hij had gewoon geen zin in vervelende vragen. Uh, en ergens begrijp ik het wel, want ja, waar, uh, je bent op een WK en je hebt geen zin in vervelende vragen. Ja, dan kun je beter niet komen. Want anders moet je toch om de, om de hete breien heen dansen. Uh, want hij had die vragen wel gekregen, natuurlijk. Als hij op een persconferentie twee, drie keer had gezeten, had hij natuurlijk van Noah Vala bijvoorbeeld een vervelende vraag kunnen krijgen. Ik, zo, ik bedoel, ja, de, en dat, daar kun je wel wat, wat van vinden. Um, en dat is misschien ook wel vreemd um, dat je. Nou, als je man of the match bent een aantal keer, dat je niet spreekt. Uh, omdat je geen zin hebt in gezeik. Maar ja, het is ook wel lastig, want Mbappé, en het geldt ook voor Messi, die zitten bij uh, Paris Saint-Germain. En dat is eigenlijk Qatar Saint-Germain. Want uh, die club is natuurlijk gekocht met het oog op dit WK. En dan is het voor Qatar Saint-Germain, of voor Qatar wel prettig, dat Mbappé en Messi in zo'n finale ook nog eens uh, allebei uh, opstaan. Dus ik denk dat het voor Qatar een fantastische finale was, een fantastische ja, WK een was. Een grootfinale. Um, en Ook hoe die verlopen is. Ja. Het heeft wel gewerkt. Sportsje. Jij heeft het gewerkt, denk je? Nou ja, we hebben het er niet meer over, toch? We hebben het nu alleen maar over een geweldige maand uh, met voetbal. Ja, maar ja, dat klopt. Toch? Ja, ja dat klopt. Maar zou jij uh, snel op vakantie gaan naar Qatar? Nee. Ik ben één keer in Dubai geweest. Ik zou er ook niet heel snel meer terugkeren, denk ik. Ja, wel gewoon een lekkere boulevard met, uh, met Hollandse kroketten, ergens uh, nee, Spaanse Nee, liever Costa gewoon... Brava, toch? Nee, ja, ja, ik ga liever naar Italië Italië, eigenlijk. ja. 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 Ah, ja met, met levensgenieten. Levensgenietertje, ja. 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 Wat zou jij doen als jij een gouden handschoen krijgt? Ja. Hoe zou je dat vieren? gouden handschoen? Als ik keeper ben? Ja, dan zou ik dat voor mijn kruis houden. <laughs> <laughs> ik ja. ging echt helemaal stuk toen ik dat zag <laughs> nou de foto ervan, er is een foto van dat er, oh, dat er uh, dat, dat zo'n Qatar emir uh, nou niet emir maar uh, zo'n Qatarier achter staat die kijkt zo van <laughs> wat ben jij aan het doen <laughs> ja, die, die zit zo te kijken van zie ik, zie ik dit nou goed ja dat zie jij goed um, ja. hij deed ook al op de Copa America zoiets ja misschien vindt hij dat uh, prettig toch ja blijkbaar uh, ja, die foto is natuurlijk, die kun je niet missen. We hebben hier een foto van Messi die natuurlijk opgetild wordt door Agüero. En met die bala ervoor. En heel veel supporters. En uh, Julian Alvarez. Nou, het zijn allemaal supporters, hè. ook de spelers van Argentinië zijn natuurlijk allemaal, allemaal fan van, uh, van Messi. Dus ja, ja, het is de pers niet... ook. Dus, uh... En de pers ook, ja. Ja. Nou nee, ja, geweldig, geweldig. Nou, maar je moet ook, uh, WK's, hè. Uh, moet je ook eigenlijk door de ogen van een kind van tien kunnen zien. Dat is lastig, want we zijn natuurlijk geen tien. Um, maar die, het is vier uur middags en die mogen natuurlijk kijken. En ik denk dat het voor kinderen van 18, 12, 14 is dit natuurlijk wel een legendarisch WK. Omdat ze Messi, want iedereen is fan van Messi. Hè? Ook al zeggen mensen dat ze meer, meer fans, fan zijn van San Ronaldo. Maar ik, ik ken heel veel kinderen in mijn omgeving uh, die zijn fan van Messi. Hmm. En van Mbappé, want dat is de nieuwe, nieuwe held met Haaland samen. Um, en dat juist die twee in een WK-finale tegenover elkaar staan, dat is al leuk, En dat ze ook nog eens in een WK-finale opvallen. En dat de eentje wint en de ander er drie inschiet. Een hat-trick maakt en, en het, die finale laat. Uh, uh, ja, die finale laat uh, hoe zeg je dat, ontvlammen, uh, is natuurlijk wel als je het gaat bekijken, stel je voor dat jij tien was geweest. Dit vergeet je niet snel meer. Uh, kijk, Mijn eerste WK-herinnering is 1990 dat Andreas Bremen een strafschop binnenschiet. Wel wat, wat anders dan, dan Mbappé ja. die er drie maken en Messi die het WK wint. Dus dat is, vanuit dat perspectief gezien is dit natuurlijk wel een uh, uh, voor het voetbal zelf wel een fantastisch uh, finale geweest. Um, en, en dat vond ik ook wel mooi. Het ging natuurlijk vaak veel over de oude Rotten en de Modrics en, en alle uh, ervaren spelers op dit WK die, uh, die, die het nog meededen. Uh, maar ik heb ook heel veel jonge spelers gezien. Dus er komt ook weer een mooie tijd aan. Uh, met allemaal jonge spelers die uh, met Mbappé natuurlijk als uh, boekbeeld. Uh, maar bij Argentinië, dat Enzo Fernandez daar gewoon in zijn eentje zijn heel middenveld vormt. En op zijn 21ste daar uh, als een grote baas speelt, vind ik wel mooi om te zien. Julian Alvarez, daar hebben we het niet over gehad, maar die, was, ik, die vond ik de eerste 80 minuten fantastisch. Je, hebt, je had getweet van: uh, er staat niet één uh, Alvarez op het veld, maar twee toch zoiets? Ja, zo, maar dat, dat is ook wel wat je bij City wel zag bij hem. Dat je, wat werkt die jongen hard eigenlijk? Uh, maar dat was ook wel een van de geheimen van Argentinië in de finale. Dat Julian Alvarez zoveel meters liep. Want hij loopt eigenlijk ook voor Messi. Mm Het -hmm. is wel prettig dat Messi zich dan kon concentreren op, uh, op andere zaken. Omdat Julian Alvarez daar in de spits staat. Um, en Lautaro Martinez had er ook nog twee kunnen maken trouwens. Maar goed, die, die, die inviel. Um, dus ja, dat zijn dan al twee jonge spelers die dan opvallen. Maar ook uh, Josco Guardiol, die vond ik ook weer uh, in de wedstrijd onder de derde vierde plaats. Um, de rust waarmee die op het veld staan. op een gegeven moment ging hij in de tweede helft ook een drie naar voren maken en komt hij nog bijna ah, hij komt natuurlijk ook een bal binnen zeker nee, um, ja. maar die vond ik ook grandioos een jonge speler op het WK en zo zijn er nog een aantal jonge spelers geweest van ik uh, wel echt uh, genoten heb uh, leuk om te zien Musiala bijvoorbeeld ik kijk bijvoorbeeld uit ik heb al ik heb geen idee waarom maar ik dacht, wanneer speelt Bayern München weer want ik wil Musiala zien omdat het, wat hij liet zien met Duitsland in die paar wedstrijden helaas voor hem dan um, smaakt wel naar meer omdat Musiala heeft ook dat uh, bijzondere en zo. Het is eigenlijk was een heel bijzonder WK, waarin ik uh, ja, kijk Ik kijk ook echt uit naar uh, naar, de, naar, de, naar de competitie weer die, die gaat beginnen. Later deze week verschijnt natuurlijk het elftal van het WK, wat jij gaat opnemen met Jarno. Is het genoeg wat Moesiaal heeft laten zien in die drie wedstrijden om daarin, daarvoor nee. in aanmerking te komen? Nee, want dan moet ik spelers uitlaten die erin horen. Dus, uh, maar heb jij trouwens meegekregen gouden bal, zilveren bal, bronzen bal? Messi, natuurlijk gouden bal, zilveren bal was voor. Oh, dat heb ik even gemist. Mbappé, dacht ik, en Modric, de, de bronzen bal. Weet je daarmee eens? Ja. Ja. Misschien had Emiliano Martinez, maar dat is natuurlijk prijs van beste keeper, dat is natuurlijk een aparte categorie. Maar had misschien ook wel uh, ja. gekund. Zal hij trouwens nog een mooie transfer gaan maken, denk je? Emiliano Martinez speelt toch bij Esther Villa. Hè? Bayern je heeft nog een keeper nodig, zou hij daar passen? Ja, ja de vraag, die, die vraag heeft helemaal niemand eigenlijk zich nog gesteld, maar is dat een goede keeper? Hij kan natuurlijk strafschoppen tegenhouden. Hij uh, heeft natuurlijk maar heel weinig reddingen verricht. verricht. Ik schrok eigenlijk ja. dat hij, ja. voor mij Bart Verhuis, die vertelde dat, dat heel het toernooi maar twee reddingen had verricht tot de finale. Ja, maar dat hoeft al. als, je, als jouw ploeg uh, uh, goed staat, goed verdedigt en beter is en heel weinig weg, schoten weggeeft eigenlijk, ja, dan hoef je natuurlijk niet veel in te grijpen. Maar ik denk dat als hij um, bij United uh, van Erik ten Hag moet meevoetballen, dat het lachwekkend wordt. Dus het is maar net welke Dus keuze Eigenlijk hij is dat weer heel optimistisch, dat ik zeg van, even bij emotion dus nog een. Ja, want, nodig. Uh, want de, als je aan Manuel Neuer denkt, dan denk je aan een type keeper. Uh, en ik weet niet of Ma Emiliano Martinez goed genoeg is om dat allemaal te kunnen. Ik denk, weet wel zeker van niet. Dus, dus ik weet niet of Bayern München zo snel bij hem uitkomt. Maar het kan natuurlijk altijd wel, want uh, ja, we hebben natuurlijk ook uh, gelezen in welke club uh, Andries Noppert kan. Eventueel uh, in de geruchtencircuit. Nou, ik weet van Ajax, maar heb je een nou, Ja, Andries Noppert bij Ajax passen. Nou ja, een half jaar geleden had ik nog gezegd: van uh, nee, doe maar niet. Maar ja, nu. <laughs> ja, nee, maar ja, het is optimistisch. Nou. Het is board-ups groot toch? Ja. Zijn we nog iets vergeten, Sully? Wat betreft deze finale, dit WK, hebben we iets nog wat je wil benoemen? Nou, ik had dus wel echt een kwartier nodig uh, na de finale om wat heb ik nou eigenlijk zitten kijken, wat heb ik gezien en, en hoe, moet je, hoe, moet je, hoe moet je dit allemaal zien? Want er gebeurde wel veel. Mm -hmm. Dus uh, dat heb ik eigenlijk nog steeds. En dat wil je eigenlijk? Dus er valt aan deze finale nog heel veel te ontdekken. Misschien moeten we nog eens een keer rustig terugkijken. Uh... Over een jaar of tien. Nou nee, niet over. Nee, maar, uh, vanavond gewoon, hè. Oh. Even rustig terugkijken om te. Om, om, ga je dan in de wedstrijd terugkijken? Uh, of, of een sa uitgebreide samenvatting? Nee, de wedstrijd. wedstrijd, ja. Daar ben je echt te liefhebber. Nou ja, je moet, het even, je moet sommige dingen een plek geven, hè? Zo'n WK-finale moet je even uh, mentaal een plek Maar geven. ik weet zeker, inderdaad, dat jij dan toch weer nieuwe dingen gaat zien. Ja, tuurlijk, want dan ga, ja, tuurlijk zie je dan nieuwe dingen. Omdat je, um, je zit toch extra naar Messi te kijken. Je zit, op een gegeven moment zit je naar Mbappé te kijken. Maar je mist dan ook heel veel, heel veel dingen, natuurlijk. Uh, dus als je terugkijkt zie je altijd weer andere dingen. Um... Zul je ook, uh, bijvoorbeeld 2010 heb jij een herinnering aan, ja, maar heb je het ooit helemaal teruggezien? Nee. nee dus, dus... Ik zat zelfs te denken, ik zag natuurlijk die, uh, die, die prijsuitreiking en uh, je ziet dat Frankrijk uh, allemaal, alle spelers een medaille krijgen, ik heb dat nooit van het Nederlands elftal gezien. Ik heb, toen, uh, ik heb toen de tv uitgezet en uh, ja. Ja. ik heb dat nooit gezien eigenlijk. Ja. Dat een inraag vormde voor de wereldkampioen. Dat weet je wel allemaal, dat heb je later gehoord. Of? Nou, ik ga ervan uit dat dat gebeurd is, toch? maar die ga je al. Ja, precies ja. ja. Een, een cijfer voor dit WK, Sully, tot slot? Voetbal technisch gezien? Of, of, of tactisch gezien. En dat is wel... Um, um, is het een goed WK geweest? Ook die vraag. Ja, dan moet je eigenlijk uh, uh, vijf mensen aan tafel hebben die daar... Uh, Voetbaltechnisch, uh, qua amusement. Nou, hoeveel topwedstrijden hebben we dit WK gezien? Waar in Duitsland hebben we gezien? Kijk, de finale was een topwedstrijd. Tussen ook twee verschillende continenten. Frankrijk, Argentinië. Um, maar de halve finale, Frankrijk, Marokko, was natuurlijk... Geen, geen topwedstrijd. Geen topwedstrijd. Brazilië, Kroatië misschien... Ja, maar dat is de, Af, Af, Kroatië is natuurlijk wel een, een, een voetballand. Het uh, is een finalist geweest, uh, vier jaar geleden natuurlijk. En nu weer. Uh, toch, we een wel derde eigenlijk gewoon al als topland bestempeld. Top middenveld. En een toptalent achterin. Um, maar was dat een legendarische wedstrijd? Nee, dat niet. Uh, misschien dat wel, niet. maar ja, iedereen had verwacht. Argentinië-Brazilië in de halve finale. Dat zijn affiches die je dan onthoudt. Maar ik denk niet dat dit WK, Brazilië-Kroatië, die wedstrijd de geschiedenis ingaat. Maar Kroatië heeft wel echt een waanzinnige prestatie weer geleverd door gewoon derde te worden. Uh, wel knap. Moet de troostfinale worden afgeschaft trouwens? Wat mij betreft niet. Nee, mij ook niet. Dat is ook zo'n onzin. Ik ja, kan kijk. er toch een prachtig gevoel aan overhouden? Ja, maar voor Marokko is het zuur. Maar... Ja, maar er komen, er komen natuurlijk in 2026 nog veel meer mensen daarbij. Uh, dan ga je natuurlijk de laatste 32 krijgen, dan de laatste 16. Uh, de poolfase wordt nog uitgebreider met 48 landen. Uh, ja, daar kun je ook voor alles van vinden, weet je wel. En in de winter voor herhaling vatbaar? Ja, ook dat is een grappige discussie. Want weet je dat het in de Argentinië helemaal geen winter is? Ja, ik zag daar beelden daar voorbij komen. Dat is gewoon heerlijk. Uh, ja, maar het is daar een gewoon blauwe luchtzonnetje. De, de Argentijnen zijn wereldkampioen geworden in hun zomer. Want het is daar natuurlijk gewoon zomer. Um, dus ook, dat is ook weer zo'n discussie. Ja, um, ja, het hangt maar net af uh, waar je bent. Op welke plek op aarde je bent. Uh, of het winter of zomer ja, ja. is. Um, het was, was voor ons een winter-WK. Maar het was voor de Argentijnen een zomer-WK. Die stonden allemaal natuurlijk in hun zwembroek. Uh, Buenos Aires rond om die obelisk te dansen. Wat een Ja, er waren wel veel mensen. Dat waren echt heel ja. veel mensen, ja. Geweldig. Ja, het is al. Kijk, ik weet niet, uh, ik, ik heb sinds 2006 denk ik bijna elke wedstrijd van Messi wel gezien. Uh, nationaal, internationaal en uh, Champions League en natuurlijk en, 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 en ook uh, met Argentinië. En ja, het is toch wel apart dat hij dan op zijn 35 e op zijn 5 WK uh, die wereldbeker. Dan ook pakt. En Terwijl hij al eerder als international was gestopt, gestopt een keer. Ja, gestopt inderdaad. Um, dat het toch nog goed komt met zo'n carrière. En ja, was die carrière niet afgewezen als hij geen wereldkampioen was geworden? Voor veel mensen wel. Ja? Nou, hij is nu wereldkampioen. Dus, dus, dus dat gaan we nu wat beleven. Want nu kan hij eindelijk... De druk is wat. Nou ja, de druk was er natuurlijk al een klein beetje af met het winnen van de Copa Amerika, dat je toch nog een prijs hebt gewonnen. En hij heeft de Olympische Spelen nu gewonnen, hij heeft het Jeugd-WK gewonnen natuurlijk in Nederland. Uh, in 2005. Ja, met het beroemde interview met het spekje dat hij kreeg natuurlijk. Oh ja, ik heb hem toen zien spelen in de finale. Uh, in Utrecht geloof ik was dat. Of de halve finale. In ieder geval, ik heb Messi toen voor het eerst echt live zien spelen. Uh, en toen zag je al dat… Jij was erbij. Ja, ik was erbij, ja. Ik was erbij, ja, ik was erbij. <laughs> <laughs> uh, En als je dan ziet, nu zoveel jaren later, dat hij die, die wereldtitel pakt en met 7 doelpunt en 3 assist en, uh, en, en, en toch de storm Mbappé heeft overleefd in zo'n finale. Ja, dus ik ben heel benieuwd naar uh, de eerste training van Mbappé en Messi. En, en hun eerste wedstrijd samen weer. Of het dan gewoon een assist van Messi op Mbappé is en dat hij de Mbappé er weer 3 maakt. Um, want MOP is wel echt bijzonder. En, en dat vergeet je misschien, nou dat vergeet je niet, want we uh, hebben nu twaalf gemaakt op WK's. Um, als je een beetje de logica doordrekt, je telt er nog eens tien goals op, twee WK's, vijf doelpunten, nee, en ik ben ik voorzichtig, dan zit je al uh, ver boven het record van closer van 16. Dus, uh, Die gaat hij inhalen sowieso. Ja, als hij fit blijft, en, want je moet een WK spelen, je moet ook nog eens fit zijn, hè? Benzema bijvoorbeeld. Uh, yes. En zijn er zijn nog wel meer spelers die het WK gemist hebben. Dus, dus, dus of een WK fit zijn en aanwezig zijn, uh, dat is al heel wat. Kwalificeren moet je ook nog, maar dat zal wel lukken met Frankrijk. Want die hebben we al een paar uh, jonge spelers ook nog die eraan komen. Um, maar uh, ja, Mbappé die had echt een, uh, een afspraak met de historie. Hè. Die, had, uh, die had zijn tweede WK kunnen pakken en die had misschien wel vier WK's kunnen winnen. En dat is nu toch anders. Soelie, we kunnen nog ongelooflijk veel bespreken, maar dat ga jij ook doen met Jarno in het elftal. Oh. Van het WK natuurlijk. Is er dan echt nog iets wat je wil zeggen of zullen we gewoon nu even afsluiten? Ik vind het al behoorlijk lang duren. Maar het is zo'n ja. finale. Dat, ja, uh, ja, dat, dat zit een beetje. Ja, dat, is, uh, dat moet je een plek geven. Daarom zeg ik ook, je moet het eigenlijk rustig nog een keer terugkijken. Uh, uh, om het dan uh, een plek te geven. En dan is het dinsdagavond heerlijk Belgisch bekervoetbal. Zin <laughs> gaan we ook uitgebreide video over opnemen? Nee, daar gaan we nee, geen gaan uitgebreide, doen. uitgebreide video Nee, nee, nee. Maar dat wordt gewoon live uitgezonden. Er zitten gewoon commentatoren bij. Er zitten mensen in de studio die analyseren dat gewoon. En op donderdag ook weer. En op vrijdag, zaterdag ook weer. En zondag. En dan is het alweer uh, oud jaar. En uh, 2 januari zit er gewoon weer voetbal. En uh, dan, dan is geloof ik die al alweer begonnen. Ja, zeker. We kijken ernaar uit, sorry. Ja. Dankjewel. En jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Mochten jullie dit een leuke video vinden, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet... Ah, ik vind ook wel. Dat... Even moeten laten weten of ze hun bedrijfsspoeltjes hebben gewonnen. Oh ja. Um, heb jij meegedaan ergens? Ik heb nergens meegedaan, maar als ik had meegedaan, had ik, uh, had ik gewonnen. Uh, maar dat is een beetje lullig om niet te zeggen, want ik had gewoon mee moeten doen. Um, ik ben tiende geworden in de bedrijfsspoel. Uh, maar oh, je hebt niet geluisterd? Je had geen uh, als winnen? Zeker wel. En ook Frankrijk in de finale? Uh, nee, Frankrijk niet. Uh, okay, ja, maar ja. ik had wel Mbappé als topscorer. Ja, uh, top. Dus ik kreeg op de laatste dag nog 64 punten erbij of zo. Lekker. Dat is wel lekker. Maar je bent tiende geworden? Tiende geworden, ja was van over achter geloof ik. Die is nog even gezakt. Natuurlijk, omdat hij niet geluisterd heeft. Ja, die had vertrouwen in Brazilië. Ja, ja, ja dan zie je het hè.